zijn er weer. Jullie zien het, ik ben enthousiast. Jullie kennen het concept. We gaan kijken naar mensen die zich niet kunnen gedragen. Die worden staande gehouden. Soms raken ze een rijbewijs kwijt. Soms krijgen ze een boete. En soms krijgen ze een mazzeltje. Nieuwe clips staan nog steeds online. Vergeet niet te checken. Stream de track op Spotify. En dan vraag je af welke track je. Ik laat je even een stukje horen. Ik ken een disco in San Francisco. Dus ga je met me mee vanavond. Ik ken een disco in San Francisco. Dus ga je met me mee vanavond. We gaan beginnen. Volle bak. Snelle bestelbus en starten een trajectmeting. Ondergestart. Hoewel we hier binnen de bebouwde kom rijden, daar ga je. Komt de gemiddelde snelheid uit op 81. Oh, 51. Dat is. Nee, dat is net geen punt van je rijbewijs weg als je een puntenrijbewijs hebt. Jongens, ik heb verstand. Ik zeg het even. Het is niet dat ik zelf de regel op mezelf toepas. Totaal niet. Ik ben een nette bestuurder. Ik rijd nooit uit. Want deze bestuurder blijkt nog een kunstje in petto te hebben. Door rood. Oh, wat gaat hij nog meer? Oh, rood. Ik stond op groen. Ah, het zijn een paar boetes, hè? Die moet bezorgen. In rood licht. Dan moet ik kijken of ik hem aan de kant haal. Voor wel stoptekentje. Oh. Die heeft voor mij niet eens door dat hij wordt aangehouden. Politie. Oh, kijk, daar gaat het Jassie. Oh, die camera gaat niet weg. Daar ga je straks van me doen over. We hebben een aantal dingen van je gezien. Ja, ik dacht die zit er maar achter me aan. Nou, dat valt wel mee, hoor. De standaard smooth. Loop maar even mee naar onze auto. Ja, ik dacht hier dat ze. Nou, loop maar even mee. Dit begint gelijk goed. Man zegt, ga maar even mee naar de auto. Hij zegt, nee joh, blijf maar even zitten joh. Ik zit goed hier. Je bent aan het werk of niet? Ja. Nou, anders duurt het nog langer. Wat gaat hij doen? Maar, er gebeurt er veel hier. Volgens mij had hij zijn handrem nog niet erop staan. Maar volgens mij zei hij ook tegen die agent, pas je op. Terwijl hij zeg maar de actie uitvoerde. Even kijken hoor, of hij dat was. Ja, pas je op. Pas je op. Ja, dat zegt hij even. Ja, oh, wat hou ik voor dit programma, jongens. Je mag eerst... Jasje nog hoger. Hallo? Je mag eerst dat ding even naar beneden doen. Ik wil even kijken of jij het bent, ja? Ja, hier ga ik goed op. Die zag ik niet aankomen. Oh jongens, wat is dit alweer een classic? Die man zag ik mooi even zien. Ik denk, hij gaat zeggen, nee, dat wil ik niet. Je mag eerst dat ding even naar beneden doen. Ik wil even kijken of jij het bent, ja? Ja, hier ben ik. gekke move. Kijk, ben ik. En de jasje weer aan. Ik wil het ook nog wel even zien. Even controleren. Jassie, nog hoger. Nee, ik ben gek te feesten, betaal je. Ik ook niet. Ik ben ook gek te feesten. Deze guy is grappig. Moeten we zo met elkaar gaan praten? Ik vind het niet normaal zoals u... Ik ga niet zo met u in gesprek. Ja, dat hoeft het toch niet? Oh, wat wordt dit weer een gesprek? Oh, man. Oh, zeg altijd, we waren het beste voor laatst. Maar ik vind dat deze al niet te overtreffen is. Maar man, zeg toch, ik ben geen tv-ster. Van een waarin heet het? Ik kan u nauwelijks verstaan. Ik heb geen idee wat u zegt. Ik vind het een beetje een vreemde manier van doen. Ik heb het een keer eerder meegemaakt, dus kan ik tevreden. Oh, ernstig. Oud bekende? Meneer, vlak voordat we... Hij blijft ook gewoon zo zitten. De autosnelweg A200. Ja. Is dit het beeld wat we achter ons zien? En daar komt een busje. Dat is geen 50. Nee, dat was van de 60, 70. Ja. Maar dat was van voor... Nou, het ging er misschien ietsje overheen. Laten we richting de 80 gaan, maar goed. We zijn een meting gestart. Gemiddeld komt die auto op 81 km per uur. Oeh. U hoeft geen antwoord te geven op deze vraag, maar kent u de maximumsnelheid op dat plekje? 70. Ja, 50. Ik dacht dat ik dat zou zeggen. Oké, ik dacht 70. Ik kan wachten voor die bocht toch, dan kom ik gewoon uit op 80. Volgens mij zegt hij iets, maar hij geen antwoord op heeft. Die man blijft gewoon vooruit kijken. Hij denkt, ja, tegenlijk, je zegt me iets. Dat is niet soms. Ja, dan zegt hij iets. Ik versta u niet. Ik zeg, ik ren af voor die bocht, want dan kom ik toch niet uit op 80? Nee, op 81. Dus u heeft voor sneller gereden, want u remt inderdaad af voor die bocht. Maar daar houdt het niet mee op, want als we de band even door laten lopen... Ja, het was niet het enige. ...naar de weg aan de rechterzijde te gaan, dan staat dan een verkeerslicht rood. Oh, ja. En die blijft rood. Nee. Als u doorrijdt. Ja, deze guy is een mooie sjoemelaar. Hele mooie sjoemelaar. Eerst reed hij op een weg, maar die... Volgens mij duidelijk weet als bezorger dat je daar 50 mag, dan gaat hij 80 af. Hij zegt van, weet je, eet wat je hier 70 mocht, is jezelf aardig kunnen redden. Vervolgens is hij door rood gegaan en zegt hij, oh ja,
Ik wist niet dat hij op groen ging. Oh, en die blijft Nee. Als u doorrijdt. Nee. Ziet u? Nog steeds rood. Ik ga helemaal stukje. Ineens zet hij gewoon een heel ander accent op. Met, oh, dat meen je niet. En vervolgens wil hij zeg maar een spreekwoord gooien. Dat is, heb ik over het hoofd gezien. En hij zegt, die heb ik dan op zijn kop gezet. Ik wil bijna de koptelefoon af doen. Ik ben er klaar mee. Wat een pareltje is dit. Nog steeds rood. Ik heb de kop gezien. Man. Je hebt kop gezien. Wat een prachtgozer. Ja, dus al met al, erg slordig. Maar raak nooit zo. Hij is wel rustig geworden. Ik weet niet of hij normaal zo rijdt. Nee. Maar wij moeten het wel doen met wat we vandaag zien. Nou, ik ga het hele filmpje laten spelen. Maar het is meer van hetzelfde. Ik dacht, wat is dat? Ik denk, raak nou zo rijdt het achter me. Dan ga je sneller rijden. Nou, ik verstond u weer niet. Het is ook zo mooi dat ze gewoon een gesprek voeren die hij niet hoort. En hij gewoon heel zijn gezicht heeft bedekt. Als een of andere driller. Het is heel lastig communiceren zo. Ik achter me rijden. Ja? Dus ik denk, wie rijdt er steeds achter me? Ja. Snap je? Maar is goed, ik ga weer in die bus zitten. Ik laat u nog even blazen. Ik kom weg van werk en ik heb er allemaal dan. Dus ik heb niet gedronken. Oké, u zult wel even moeten blazen. Ja, daar geloof ik hem wel op. Oh. Nog steeds het remote. Hij lekt niet, man. Hij weet wel zijn gezicht te bedekken. Hij denkt, oké, okay, ik moet jasje omlaag doen op de blazen. Dan maar even handjes voor de ogen. Ja, genoeg. Dat is in orde, inderdaad. En pas vooral uw... pas vooral uw rijgedrag even. Waar je rijbewijs ook nog terug, of niet? Dat is wel handig. Het belangrijkste vergeet je nog, hè? Anders mag je helemaal niet verder. Hij gedraagt je, want mijn collega nog niet eens gezegd. Als jij zo blijft rijden, ja, sturen we je een keer naar een cursus. Ja, ja, ja? Je pleegt gewoon overtreding. Ja, je moet je gewoon netjes gedragen. En je rijdt in de bus van je werk, of is je eigen bus? Nee, van werk. Ja. Dus ik zal hem een beetje aanpassen als je je rijwijs wil houden. Die bonnetjes? Nee, dat krijg je niet meer tegenwoordig. Goed. Hoi. Rustig aan, hebben we meteen eens aan en onder. Nou, het gesprek ging wel van heel boos naar iets vriendelijker. Naar, hey, even die, en nou die deur dicht. En hij rijdt ook verder met capuchon. Tot z'n hartstens, ja. Ja, bro. Mooier als dit wordt het niet teer, jongen. Oh, wat een prachtvet. Oh nee, weer een busje. Er komt er een aanzet, die bus. Niet dezelfde, toch? Oh jongens, dat zou zoveel toeval zijn. Rood. Het lijkt wel een busje, hè? Het valt te remmen. Zie je hoe die moet remmen om die bocht door te komen? En dan gaat hierheen, denk ik. Maar als dit dezelfde is, dan eet ik mijn schoen op. Hoi, Petter, verkeerspolitie. Ik zou graag even je rijwijs willen. Heb je nou gewoon fuck the police op je t-shirt staan? Ja. Nou, oh, dat is een andere persoon. Je krijgt een bekeuring voor 230 euro. Hoezo dat? Ja, hoezo dat? Waarschijnlijk omdat je te hard hebt gereden, man. Door het rode licht heen rijden. Ja, prima. Oh ja, dat weet je. Dus. Ik dacht hiervoor. Nee, maar dat is ook een beetje Ik heb gewoon gekocht zo. Ik heb er niet eens echt op gelet. Nou. Meestal, als je een shirt koopt, dan let je wel op wat erop staat. En wat er meestal door wat erop staat, koop je het, zeg maar. Ja, toch? Dus als er een tekst is waar je het helemaal niet mee eens bent, zou je hem waarschijnlijk niet kopen. Maar goed, hij is nu in oog met de politie. En hij denkt van ja, laat me gewoon een beetje eromheen draaien. Aan de andere kant denk ik ook, ja, de agent klaagt. Maar volgens mij mag ik gewoon zo'n shirt dragen. Of je het wilt dragen, dat iedereen verschillend, maar het mag wel. Daar gaat het om. Rijbewijs wil ik graag even. Ja, die heb ik nou. Ga even zitten als je wil. Geef dan naar je legitimatiebewijs, ook goed. Dat is het probleem, is dat ik hem in mijn jas had, maar hij zit in mijn dikke winter. Oh, dan kan je ook nog wat boete pakken, hè? Dus, kan ik een foto van laten zien van mijn rijbewijs? Ja, ik zal toch moeten vaststellen wie je bent. Ja, ook op het systeem staat dan. Ja. Hoe komt het dat je in het systeem staat? Ja, ja. Laten we daar maar niet over praten, denk ik. Ja, ook op dat in het systeem staat dan. Ja. Doe je gedrag. Nee. Wat vind je er zelf van? Ik zeg u eerlijk, u gaat me toch niet geloven, maar ik kwam aanrijden. Ik dacht dat dat hem was voor groen. Ja, geloven we sowieso niet. Was, ik weet het. Ik had me toch niet geloven, dus... Ja, weet je. Nee. Heeft geen zin. Je hebt zo vaak smoesjes gehoord, maar dan hebben we... Heeft geen zin. Schrijf maar gewoon de keuring uit. Hij beseft het zelf ook, weet je. Hij wil eigenlijk met de smoes komen en toen dacht hij, ja, weet je wat, het helpt toch allemaal niet. Schrijf de boete maar gewoon uit. Gewoon uitschrijven. Zo ben ik ook wel. En dan gaat het van, ja, ook altijd als ze me een verklaring vragen, dan zeg ik, ja, jullie hebben me lekker gecatcht. Wat moet ik zeggen? Ja. Dus als je de daad kan plegen, moet je ook voor de consequenties dan.
Maar goed, dan hoef je geen antwoord te geven hoor. Maar wat schrijf ik op als verklaring? Zwijgerecht. Niks. Zwijgerecht? Kan, geen probleem hè. Ja hoor. Je mag een verklaring geven, het hoeft niet. Hou er wel rekening mee dat het wel asociaal is wat je deed. Ja. Je hebt niet eens geremd. En je kan nooit zien of er wat aankomt. Je gaat de keuring toch krijgen, toch? Absoluut. Hij had nog ergens de hoop dat de agent dacht van, weet je, voor dit keer laat ik het erbij. Maar deze kale bats, die laat het meestal niet erbij. Zo, en als hij gezegd heeft dat je een boete krijgt, dan zet hij hem niet om in een baasstoel. Ik ben gewoon helemaal zat vandaag. Ja. Ik ben extra zo dat. Ja, je hebt een beetje scheid. Jongens, besef dat deze guy is gegaan van, ja, weet je, ik zag het niet naar, weet je wat, fuck it, weet je. Ik ben gewoon aan het werk, ik had waarschijnlijk geen zin, ik ben gewoon door rood gegaan. Geloof mij, als je hier in mijn stoel zat, die je de hele dag hebben gewerkt, en dan ook nog eens... Jawel, maar... Het hoofd is moe, jongens, het hoofd is moe. Je bezorgt mensen in witte butjes een hele slechte naam, hè? Die hebben ze zo. Ja. Nou, toevallig hebben we nu ook twee gezien. Toch? Nee, maar luister, we kunnen erom lachen, maar het is levensgevaarlijk wat je doet, hè. €230. €9 administratiekosten. Ik kan er nog wel bij. En doe allebei even je gordel om. Ik had mijn gordel om, hè. Echt? Ja. Dat dan weer wel. Hij ook? Goed, man. Hey, succes. Geen foto meer. Ik wil nog even een foto. Ah, kom op. Kom op, dat vind ik jammer. Jullie filmen heel de dag. Jullie komen zelf ook op tv. Weet je, dan heb je een keertje mensen die niet moeilijk doen voor een camera. Die zeg maar niet boos worden. En dan vragen ze een fotootje. Come on, man. Je hebt er net een boete uitgegeven van €239. Mag er één fotootje gemaakt worden voor €239? Wat weer in de kast van ons rechtssysteem komt. Ja. Even voor de collega's die meerijden op die handelaarskentekenplaten. De ene Ford die rijdt door. Ja, dan gaan wij daar aan houden contact, ja? Ja. De camerahand, ze krijgen gelijk weg als ze niet. Oh, hij is boos. Het eerste wat je ziet is een handje wapperen. Oh. Ja. De camerahand, ze krijgen gelijk weg als ze niet. Anders rijd ik gelijk heb weg. Heb je voor mij je rijbewijs? Ja, het zou maar gebeuren. Dat ze die camera niet wegdoen en dat ze maar gewoon wegrijden. Ja, dat kan zomaar bij wegmisbruikers. Onze vraag is, waarom rijden jullie met twee auto's met hetzelfde kenteken? Dat mag dus niet. Nee. Maar als handelaar zijn, dan weet je dat ook wel. En je hebt meerdere platen. Juist, ja. Twee platen heb ik. Ja, maar dat is niet goed. Ja, dan moet je ook wel weten dat je maar met één auto mag rijden met die platen. Kan gebeuren. Kan gebeuren, zegt hij. Hey, ja. U bent wel een aardig vent, ik merk het. Ik ga stuk. Die man is nu gewoon zonder gezichtsbedekking op wegmisbruikers. Dat betekent, want meestal zijn mensen dan geblurred en dan geven ze geen toestemming. Maar als je toestemming hebt gegeven en het schriftelijk ook hebt ondertekend, wat meestal na zijn opname gebeurt. Ik ben een jongen met verstand, hè? Laat ik het zo bedoelen. Dan mogen tv-programma's het gebruiken. Dus deze jongen is helemaal bijgedraaid. En volgens mij is hij nog best vrolijk ook. Ja, maar jij ook wel, als je maar rustig bent. Ik blijf rustig, maar weet je wat het is? Nou. Ik wil niet graag op tv komen. Ik noteer even wat gegevens. Dat is de chauffeur. Ja. Jij bent de baas. Ik ben de baas. Ik is nee, weet je... En zo naar Royal Auto's, hè? Ja. Koop jullie auto bij Royal Auto's. Ja, wat een strijder. Oh, wat doet... Ja, hij snapt het leven wel, weet je. Als je zo'n podium pakt, gelijk even reclame maken. Maar, wat doe je dan? Wat doe je dan hier om auto's te halen? Dat moet. Ik moet overal door Nederland, door België auto's ophalen. En hoe is de prijs dan? Ik verdien wel wat. Kijk, net als deze. Ik heb 220 kilometer voor deze moeten rijden. Deze ga ik nu misschien 200-300 euro verdienen. Maar onthoud nu eventjes. Je krijgt een procesverbaal. Weer? Want het is niet toegestaan om met twee auto's op één kentekenbewijs te rijden. Er gaat ook een bericht naar Rijdienst voor Wegverkeer dat je onjuist gebruik maakt van de groene platen. Zo. En je hebt... Dat een of andere manier maakt deze guy mij vrolijk, man. Maar ook gewoon zijn antwoorden. Zo. En je hebt kans dat RDW zegt van die groene platen maar terug. Komt wel maar goed. Maar als handelaar weet je dat ook wel. Komt alleen het is dom goed van jullie dat je met twee auto's bij elkaar gaat rijden. Ik begrijp het. Verder nog vragen? Nee hoor, dat was het. Dat was het? Kijk, mocht u in beeld komen? Wie? U? Nou. Met hem alleen FaceTimen. Kijk, dit is mijn groot vriend. De politieagent. Wat een strijder is dit.
Wat een strijder is dit, man. Besef dat die guy, hè, net als die andere agent die we net zagen, eigenlijk niet in beeld wou komen. Terwijl ze zelf ook in beeld komen de wegmisbruikers. Maar goed, dat is iets anders. Maar voordat hij überhaupt al de kans had om te zeggen, nou, nah, liever niet. Man gooit hem gewoon erop. Kijk, nee. Dit is mijn grootste vriend. De politieagent. Hey, nou zeg je grootste vriend. Je ging gelijk, toen wij kwamen, ging je tekeer. Nee, maar ik wou niet op camera, daarom. Nu wel. Nu wel, nu mag ik op camera. Ah, wanneer wordt hij uitgezonden? Nou, als jullie verder gaan. Ik ben moe, je gek man. Dat is wel zo'n gozer, word je toch alleen maar vrolijk. Wat een strijder is dit, zeg. Nee, jongens, de koptelefoon is af en dan weten jullie wat dat betekent. En met het einde van de video. Vergeet de clip niet te checken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer. Tot de volgende. Ik hou van jullie. Later. Doei dan!